Wij doen de 10 seconden, 1 minuut of 10 minuten teken challenge. Loodjes gaan bepalen hoe lang wij krijgen om een prijs na te tekenen. Dat kan heel kort zijn of heel lang. Zonder handicap of met handicap. Degene die de beste tekening maakt, die wint de prijs. Met 94%. Oké, jongens, dit wordt zo'n toffe challenge, dus geef eventjes een duimpje omhoog, want bij 25.000 duimpjes beloven wij dat wij het gaan opnemen tegen een echte professional. Oh, ik weet wel iemand. Ja? Ja, ik. Nou, dat gaan we nog even zien vandaag. Ik schaam me heel erg voor mijn tekentalent. Doe eventjes jouw voorspelling. Wie wint de meeste rondes? Is dat Rutger of is dat Thomas? Laat het hier beneden even weten. Ben je klaar voor de eerste prijs? Nee, maar laat het maar zien. Tada! Een taart! Oh, maar ik ben toch helemaal niet jarig? Nee, maar we hebben zeker wat te vieren. Daar zo meteen meer over. Maar hoe lang krijg je de tijd? Je mag eerst hier een balletje uitgrabbelen, want daar staat je tijd op. Ik ga voor deze. Trommelroffel. Oh, 10 minuten! Zo, gelukt! Dat is echt heel lang. Maar misschien krijg je een handicap. Want sommige balletjes zijn leeg, maar in sommige balletjes zit een handicap. Ik durf hem niet open te maken. Alleen vierkantjes tekenen. Yes! Dus ik ga 10 minuten lang alleen vierkantjes tekenen. Top. Ja, ik ben heel benieuwd hoe lang ik de tijd krijg. Ook 10 minuten! En ik hoop dat ik geen handicap heb. Hij is leeg! Dit is niet eerlijk, nu al. Het is wel eerlijk, want tijdens deze challenge mag je 1 keer op deze knop drukken. Dat is als het ware je resetknop. Dan mag je namelijk opnieuw grabbelen. Maar wat je dan hebt, dat moet je echt doen. Dus, wil je hem inzetten? Nee, ik bewaar hem nog even natuurlijk. Ik bewaar hem ook. Ik kan namelijk heel mooi vierkantjes tekenen. De klok staat op 10 minuten en de tijd gaat nu in. Ik heb wel geluk dat die taart ook werkelijk een beetje vierkantjes heeft erop. Ja, inderdaad. Maar hoe ga je al die letters doen vierkant? Al moest je mij nou natekenen, dan was het nog best makkelijk. Aangezien ik ook vierkant ben. Moet ik dit echt 10 minuten doen? Ja, dat moet je zeker 10 minuten doen. Het is nog best lastig hoor, dit. Zo. Zeg jij. Wat vermoeiend zeg, vierkantjes tekenen. Ik ben echt blij dat ik geen handicap heb. Nou, wie wil deze taart nou niet eten? Met krijt is het wel moeilijk om vierkantjes te tekenen. Nou, ik vind het helemaal gezellig worden. Heb je al een vermoeden wie er gaat winnen? Ja, ik natuurlijk. Je hebt Van Gogh en je hebt Van Grinsven. En het verschil is heel duidelijk. Maar ik zie eigenlijk niet zoveel verschil met hoe jij normaal tekent. Zo. We zijn over de helft. Ik begin nu met de krullen en dat doe ik door zo nog even hard met het krijtje eroverheen te gaan. Creatief, ja. Nou, weet je, ik vind het gewoon goed. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik weet niet hoe ik dit leuk... Het is toch best leuk eigenlijk. Ja, het is zeker leuk. Een beetje Minecraft-achtig. Ja, ja. Ik laat het gewoon zo. Nou, ik stop. Ja, ik ben eigenlijk ook wel klaar. Ja, echt? Ja. Nou, dan gaan we nu kijken hoe ik deze eerste ronde ga winnen. We laten dus mijn Instagram-volgers nu stemmen op de 2 tekeningen. En dan zien we zo de uitslag. Terwijl wij op de uitslag wachten, check eventjes of je al geabonneerd bent op mijn kanaal. Als de knop nog rood is onder de video, dan is dat nog niet het geval. Druk er eventjes op, want we zijn hard op weg naar 1 miljoen abonnees. En nou, dan ga ik een megataart kopen, denk ik. Als voor we mij. Dat halen. Ja, voor jou. Het is tijd voor de uitslag. Hè? Wat denk je? Ik natuurlijk. De winnaar van ronde nummer 1 is... met 94%! Rutger. Yes! Maar ik vond het niet eerlijk. Dat komt echt door die handicap. Nou, gefeliciteerd. Deze taart is voor jou. Oh. Bedankt zeg voor deze felicitatie. Ik neem gewoon meteen een hap. Ik heb geen bestek. Mm. Oh, maar ik mag toch wel even zo doen. Nou, vooruit. Ik gun je een stukje. Alleen maar omdat we samen iets te vieren hebben. Maar daar ga ik jullie nu meer over vertellen. Ronde nummer 2 staat volledig in het teken van ons tweede boek. Mocht je het vorige week gemist hebben, we gaan een tweede boek uitbrengen op 13 september. Het heet De Tijdmachine. En het wordt zo ongelooflijk tof. Ja, en je kan het dus nu al bestellen. Dus als je hem als allereerst naar huis wil, de eerste druk, dan kan je dus even naar het linkje hier in de beschrijving gaan. Deze ronde heeft dus alles met De Tijdmachine te maken. Je kan namelijk 50 euro winnen als je een tekening uit het boek het allermooiste natekent. Oké, kom maar op. En dit is de tekening. Check hoe vet deze eruit ziet. Ja, het is echt op een heel spannend moment. In een heel spannend moment. Maar wij moeten deze tekening nu dus natekenen. Alleen, hoe lang krijgen we ervoor?
Oh, ik ga voor deze. Ik kies gewoon gelijk deze. Nee! 10 seconden! 10 seconden! Jij ook! Oh nee! Ja, alle twee. Ik wil geen handicap voor deze ronde. Er zit weer iets in. Oh nee! Ook bij mij weer niet! Twee handen op één stift. Oh, de zielen. Ik heb een stift met twee handen vast. 10 seconden op de klok in 3, 2, 1, go. Oh, oké, okay. Ik begin met de 9, bank. Dan is 8, hier Paco. 7, 6, 5. Nee, dit is zo moeilijk. Dit is 3, zo moeilijk. 2, Oefen. Ja. 1, 0. Nou, het is letterlijk bijna dezelfde tekening. Ja, goh, wat betekent hetzelfde. Minder knap van jou, want jij deed het met twee handen. Ja, ik ben best onder de indruk. Het zou zo in de kunststal kunnen hangen, toch? Abstracte kunst. Maar dit is echt kunst, daar ben ik het mee eens. We gaan het gewoon verkopen. Ja. Maar eerst gaan we het op Insta zetten. Hij is geplaatst. Oeh, spannend. We gaan kijken naar de uitslag. In 3, 2, 1. Nummer 1. Dat was ik. Nou, hier is je eigen geld. Bedankt. Nee, deze had ik gevonden. Nee, niemand zijn anders portemonnee. Oh, je hebt al twee rondes gewonnen. Ik weet het niet eerlijk. De derde ronde ga ik winnen. Voor deze ronde begraven we voor één keer even de strijdbijl, want we moeten samenwerken. Ik heb hier namelijk een fantastische prijs voor Paco. En we moeten onze volgers ervan overtuigen dat we hem mooi hebben nagetekend. Alleen dan krijgt Paco de prijs. Maar iedereen weet dat wij niet kunnen tekenen, hè? Ja, maar dat komt toch helemaal goed? Even kijken hoe het überhaupt in elkaar moet. Huh? Het is een speelgoedverzamelplaats voor Paco. Oh, maar je kun je ook gewoon je hoofd zo insteken. Hoe staat het? Hi. Hi. We pakken allebei een bal en we spelen voor Paco, hè? Dus doe even een goeie. 10 minuten. Nou, dat is goed. Dat is best lang. Oh, maar er zit een briefje in. Oh. Alleen maar rondjes tekenen. Oh. Maar ik ga hem hier even neerzetten, zodat wij als echte kunstenaars hem goed kunnen bekijken. Ja, de 10 minuten gaan nu in. Wacht, weet je wat we doen? We maken eerst een groot rondje wat een volledige vorm is. En daarin vullen we met rondjes. Dus het is dit. Oh, wat doe je? Dat zou ik echt nooit zo doen. En een rondje en een rondje. Het moet mooi worden. Ja, maar het zijn alleen maar rondjes. En dan vullen we hem met rondjes. Je moet keuzes maken. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Oh, dat is een oog. Creatief. Rond. Hij moet ook nog een mond hebben. Zou ik die rond maken? Ja, zo. Kijk, dit is toch cool? Meer dan 50% moet straks zeggen dat hij mooi is, hè? Alleen dan wint Paco hem. Ik vind hem eerlijk gezegd al best leuk. En ik maak ook van die oceaangroenten. Weet je al, ja, hoe noem je dat? Zeewier. Nou, het wordt echt serieus best leuk. Ik ga ook nog allemaal koraal maken. Heb je gezien hoeveel rondjes ik al getekend heb? Ja, jij tekent je 3 keer in de ronde, of niet? Wacht, een haai heeft natuurlijk een punt. Een kieuwen. En niet over mijn blauw heen. Ja, ja. Weet je hoe ze dit ook wel noemen? Lelijk. De vind ik leuk. Pak hem er nog even bij. Ik vind hem best lijken. Hij is toch hartstikke mooi. Ja, we gaan jullie overtuigen. Dit komt helemaal goed, denk ik. En we hebben nog 5 minuten. Nee, we gaan ze nu overtuigen. Ja, ik geloof hierin. Ik denk dat we moeten stoppen. Ik hoop zo dat ze het mooi gaan vinden. Ik wil hem echt houden voor Paco. Krijgt Paco een nieuwe mand in 3, 2, 1. Ja! 75%! Dus we gaan hem aan Paco geven. Laten we hem even naar Paco gaan brengen. Nou, lieve Paco, je papa's hebben heel erg hun best gedaan. En daardoor hebben we deze haai voor jou. Nee, nee, nee. Ze wilde haai pakken. Paak, je moet erin. Kijk maar wat ze ermee doet. Ze staat erin. Pas je er niet in, Paak? Is die een beetje klein? Oh, dit vindt ze helemaal leuk zo te zien. Kijk, het is een soort, ja, het is wel een soort mand, een mini-mand. Volgens mij is het cadeau meer dan goedgekeurd. Goed gedaan, Thomas. Ja, nou, bedankt. Teamwork. Okay. Tijd voor ronde nummer 4. En deze ronde wil je echt niet verliezen, want de prijs is pure gember. Jij houdt daar toch wel van? Ja, maar niet puur. Dat is, heb je dit wel zo gegeten? Nee, nee, en ik wil het ook niet. Dat is echt mega pittig en heet. Dus dat wordt wat. Ik zou zeggen, ga maar grabbelen. Ik ga voor deze. 10 seconden! 10 minuten! Nee! Wat wordt de handicap? Hè? Ik ook niet. Maar bij deze ga ik wel beslissen dat ik de joker ga inzetten. Want ik vind het niet helemaal eerlijk dat jij 10 minuten hebt. Oké. Wordt het meer dan 10 seconden? Ja, dat moet wel. 1 minuut. 1 minuut. Maar moet ik dan weer opnieuw dit doen? Tuurlijk! En jij houdt je 10 minuten gewoon? Ja, tuurlijk! Oh, met een handicap.
Alleen met stoepkrijt. Ben je blij met je joker? Mag ik maar één keer erop drukken? Ja. Ik ben helemaal niet blij. Maar goed, laten we er wat leuks van gaan maken. Hoe kan je dit überhaupt mooi natekenen? Jouw 1 minuut gaat nu in. Ja, weet je, er zit ook weinig vorm in, hè? Het moet iets bruiner of zo. Hoe lang heb ik nog? Je hebt nog 40 seconden. Ik zou een beetje opschieten. Meer dan dit kan ik er niet van maken. Nog 20 seconden. Ja, maar wat wil je hiervan maken verder nog? Gebruik al je stoepkrijt. Ik vind deze dag helemaal niet eerlijk. Ja, het is wel een beetje in jouw nadeel. Ja, nog 10 seconden. Ja, wat wil ik nog doen? Het wordt alleen maar lekker. 1. En stop maar. Ik heb nu nog 9 minuten. Ik denk dat ik ga barbecuen ondertussen. Ja, ik zie ze daar barbecuen. Ik denk dat ze je tekening wel kunnen gebruiken om het aan te steken. Ga je echt die hele 10 minuten nemen? Zeker weten. Voor een gember? Ik breng een beetje wat accenten hier en daar aan, hè? Kijk dan, wat een diepte-effect. En nu is het meer een soort misvormde spons. Zo, ik denk dat ik er heel erg tevreden mee kan zijn. Echt? Ja, okay, nou ja. Voor mijn kunnen, hè, mijn talentniveau is het best goed. Maar even zonder gek te doen, mijn het lijkt wel meer op een gember dan die van jou. Jouw is echt een soort combinatie van een spons en een stuk kaas. Nou, we gaan in ieder geval Instagram laten bepalen wie deze ronde wint. Terwijl we op de uitslag wachten, een gember kun je natuurlijk niet zomaar zo eten. Daarom heb ik er eentje door een juicer gehaald en hebben we hier puur gembersap. En dat is echt heel erg heftig en pittig. Laten we kijken naar de uitslag. Nummer 2 met 82%. Zo verrassend. Heel heftig. Laatste slok, kom op. Ik brand helemaal van binnen. Je wordt hier helemaal schoon. Kijk mijn ogen. Ik vind het nu zielig worden. Oh. Dat was een gemboer. Op! Oké, de komende minuten praat ik even niet. Applaus. Oh, lekker. Dat moet ik vaker geven dan aan jou. Tijd voor de grote finale met een fantastische prijs. Oh, yeah. Namelijk een nieuwe PlayStation 5 controller. Een blauwe? Ja. Precies jouw autokleur. Inderdaad, dus ik hoop dat ik hem win. Deze. Wat krijg ik? Wat krijg ik? Oh, nee! 10 seconden! 1 minuut! Hè, eindelijk een beetje voordeel. Wacht, dan weet ik meteen. Nee! Ja, ik had hem nog. Ik hoop dat het 10 minuten is. Oh! 1 minuut! Oh, dan hebben we evenveel. Ik ga voor deze. Ik ga voor deze. Daar gaan we. Ik hoop dat jij eindelijk een keer een handicap hebt. Nou, ik hoop het niet. Oh, ik heb een handicap. Oh, jij ook! Oh! Dat is niet erg. 3 kleuren challenge. Oh, geluk. Dat is heel veel geluk. Nee, verkeerde hand. Nee. Had je mij even gewacht hiermee? Ja, eigenlijk wel. Dom. Wat dom. Ja, heel dom. Wat dom. Ik zou zeggen, zet de timer maar voor de minuut. Ik zet hem vast aan deze kant, deze. Laten we beginnen. Ik met links. En ik met 3 kleuren. In 3, 2, 1, start. Oh, oké. Oh, dit is echt zo moeilijk. Oh, snel met zwart verder. Hoe lang hebben we nog? Nog 40 seconden. Oh, de tijd gaat veel te snel. Oh, en nog maar 30 seconden. We zijn al op de helft. Oh, het gaat veel te snel. Ja, ik ga gewoon maar op snelheid, zodat ik in ieder geval iets heb. Het wordt totaal niet mooi. Oh, wat erg. Ik heb een fout gemaakt. Oh, dat is helemaal niet erg. Oh, ik heb volgens mij 4 kleuren gebruikt. Nog 3 seconden. Oh, jeetje. Oké, driehoekje. Ik ben gedisqualificeerd. Hoezo? Ja, ik zocht zwart krijt, maar dit is grijs. En ik vind het er als zwart uit. Maar er zat geen zwart tussen ook. Maar ik vind het lief, maar het ziet er gewoon als zwart uit. Oh, gelukkig. Nou, laten we gaan kijken wie er heeft gewonnen. We zijn aan het wachten op de uitslag, maar als je dit nou een toffe video vond, geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En als je meer van Thomas wilt zien, klik dan eventjes door naar zijn kanaal in het eindscherm. Dan gaan we nu echt kijken. Oké, ja, kijk maar gewoon. De winnaar is geworden... Nummer 1! Dat ben ik! Dat ben jij! Yes! Ik heb eindelijk iets gewonnen vandaag! 82%! Oh, hier ben ik heel blij mee. Nou, gefeliciteerd! Bedankt! Gaan we gelijk gamen zometeen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week donderdag! Doei!